Heb je een boodschap tegen de mensen die niet oprecht zijn? Die mensen zitten. Ja, dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van de Talksloop. Het programma waar je lekker je frustratie kan uiten. En dat kan door erover te praten of gewoon even lekker slopen. Ik heb een hele speciale gast. Ik ga hem er gewoon gelijk bij halen voor jullie. Dames en heren, groot applaus voor Martijn, a.k.a. Stuntkabouter! Kijk, bang. Hartelijk welkom. Hi Tim, bedankt dat ik er mag zijn. Ik heb jou lang hierheen proberen te krijgen. Ik ben een drukke man. Een drukke man? Ik ben een zakenman. Ik heb zaken overal lopen. Ik was gisteren nog in Saudi-Arabië. Hoe is het in de desert? Warm. Martijn, oftewel Stuntkabouter. Hij leefde lang op straat totdat hij ontdekte dat hij een groot talent had. Hij werd gevraagd als bad boy in de film Renesse en sindsdien heeft hij een eigen stripclub waar hij zelf ook graag danst. Hij is de beste vriend van Nick en Simon, tafelgast bij RTL Boulevard, fulltime model, zit graag op andermans motor, houdt van honden en wereldvrede. Hoe gaat het met je? Het gaat goed, man. Ik geniet. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Hè? Daarom zit het natuurlijk in de talksloop. Kun je iets delen met me wat je frustreert? Ik ben best een vredelievend persoon, dus je gaat me niet heel gauw gefrustreerd zien. Ik word wel gewoon echt gefrustreerd. Er bijvoorbeeld mensen, je weet gewoon al vanaf het begin gewoon, dit is echt bullshit. Gewoon puur met een reden die in hun hoofd zit. Mensen willen iets van je. Mensen willen iets van je. Daar kan het me heel erg frustreren. Heb je dat nu meer dan vroeger, dat mensen ineens aan je beginnen te trekken en dingen van je willen? Ja, op zich wel. Zij zien het als een spelletje, maar dan zie ik het ook als een spelletje. Je zoekt naar oprechtheid. Ik zoek naar oprechtheid. Niet oprechtheid frustreert me. Dat is wel chill dat ik dat eindelijk eens heb gezegd. Want misschien gaan nu sommige mensen wel denken, oké. Okay. Of misschien gaan juist mensen nu spelen dat ze oprecht zijn. En dan zijn ze het eigenlijk niet. Heb je een boodschap tegen de mensen die niet oprecht zijn? Die mensen zitten. Als woorden je tekort schieten, dan is dit de emotie die erbij hoort. Mensen, wees alsjeblieft oprecht. Er zijn al genoeg niet oprechte mensen. Anders krijg je dit soort dingen. Hoe krijgen mensen jou echt boos? Boos. Ben jij snel boos? Nee, ik ben niet snel boos. Thank you. You understand me. I still love you. Zo kun je ook met elkaar omgaan, mensen. Er wordt gewoon te weinig geknuffeld. Je kan ook zoveel van iemand houden of iets zo chill van dat je gewoon... dat je wil slopen, snap je? Ja, nou, dat wat? Kan ook een... Wat kan ook? Slopen uit liefde? Uit passie. Ik heb wel behoefte om wat te gaan slopen. Heb jij... Ik zie het al, hij heeft er zin in. We gaan even slopen. Voor alle niet oprechte mensen. We gaan... Ja, precies. Dat vind ik wel een goeie. Let's bring it on. Kijk wat we meegenomen. Sportspullen. Ja, deze week hebben we deze schitterende apparaten in de aanbieding waar je geen fuck aan hebt. Iedereen kent ze wel, iedereen heeft ze wel eens aangeboden gekregen, maar niemand koopt ze, behalve Tim. Ik ben een keer opgelicht door deze, ja, wat is het, slappe fitnessapparaten. We kennen ze allemaal van de slechte commercials. Are you struggling to lose those love handles nobody loves? Now there's a machine so advanced, it targets your entire core. Have the flat washboard abs and the sexy V-shape you've always wanted. Een beetje frustrerend, hè? Dat is een frustrerend ding. Ik ben er wel klaar mee, man. Ja, zeker. Eerst even wat gear aantrekken. Safety is number one priority. Yeah, I'm a man, I'm a man. Man of the year, yeah, man with a plan. Yeah, I'ma take you heaven and back. Top floor penthouse where the stars at. Yeah, yeah. Brush your butt to the head. Yeah, you upside down off the back of the bed. Satisfaction. Nou, stuntje, lucht het op? Ja. Ja? Love you too, bro.
Er mag meer geknuffeld worden, meer oprechte mensen. Koop alsjeblieft niet dit soort troep. Je wordt opgelicht. Goed gedaan. Vond je dit nou een leuke video? Laat even weten in de comments wat er nog meer gesloopt mag worden. Vergeet niet even een blauw duimpje omhoog te doen. Dan zien we je terug bij de volgende Talksloop.